Mijn naam is Marcel Middelkamp. Ik sta op nummer 2 van lijst 8 van de partij Vrij Almelo. De partij Vrij Almelo staat voor geen windmolens, want het waait niet in Twente. Dus die windmolens moeten aan zee staan. Net zo goed als zonneparken. Er is al een heel groot zonneparkveld in Adorp. Daar hoeft niet nog meer bij. En zonnepanelen moeten op daken van fabrieksterreinen, fabrieksgebouwen en huizen. En meer zonneparken en meer windmolens, dat gaat niet, omdat de kabels, de elektrakabels, die zijn te dun om al dat stroom te verspreiden. Dus het kan technisch helemaal niet. En ze geven veel overlast. Dan het XL Business Park. Dat hoeft niet uitgebreid te worden. En als die al uitgebreid moet worden, dan moeten er huizen komen. Maar het leegstaande terrein, braakliggende terrein, waar Harmbach zou komen, daar moet de gemeente Almelo zelf huizen bouwen. Huizen voor starters op de woningmarkt, betaalbare huizen. En geen huizen voor 6 ton die er nu worden gebouwd in Almelo Noordoost. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. En belangrijk is een wethouder ouderenbeleid. We hebben een heel grote groep ouderen en die hebben meer support nodig en hulp in het hele ingewikkelde materie over ouderenbeleid. Want nu is het verspreid over 4 wethouders die allemaal een stukje doen en dat is een versnipperd aspect. En daar willen we van af. En als laatste willen wij een tunnel onder de Gravenalleee door, waardoor je met de fiets zo naar het tolhuisje kunt. En de Van Rechteren en Limburg-singel die kan met een klein tunneltje eronder door. Dat zou ook mooi zijn. Wilt u dat? Stem dan Partij Vrij Almelo. De beste keuze, lijst 8. Ik sta op nummer 2. En ga stemmen. 14, 15 en 16 maart. Partij Vrij Almelo. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, er moet zeker geïnvesteerd worden in het winkelgebied. Als eerste moeten er meer kleinere winkels en leukere winkels komen. En die hebben hulp nodig in de vorm van subsidie of een verlaagde huurprijs. Zowel met de gemeente als met de pandeigenaren. Ongeveer naar Gronings model. En ja, het moet leuk worden in de binnenstad. En dat is eigenlijk de bedoeling van Partij Vrij Almelo. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Nee, de zogenaamde kanaalsprong van het Business Park XL2, de verdubbeling, vergroting van het XL-park, dat moet zeker niet gebeuren, dat willen we niet. Het landschappelijk gebied moet zo blijven zoals het is. En we hebben eigenlijk geen werkloosheidsprobleem meer, we hebben een wooncrisisprobleem. Dus als er al een kanaalsprong moet komen, dan moeten daar betaalbare huizen komen. En we hebben een tekort aan personeel, dus de bedrijven die daar zitten, kunnen geen personeel krijgen. En daarbij, er komen allemaal arbeidsmigranten en ja, dat is niks, heeft geen bijdrage voor Twente. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? De Partij Vrij Almelo wil geen windmolens en geen zonneparken. De zonneparken die er nu al zijn bij Adorp, die zijn zo ongelooflijk groot. En er komt bij de technische capaciteit, die kunnen al die windmolens niet aan. En daarbij, hier waait het niet zo hard als aan de zee. Dus het probleem, ook al zou je heel Nederland en de Noordzee vol zitten met windmolens, dan nog heb je tekort aan energie. Dus dat is geen oplossing in dit geval om windmolens en zonneparken te bouwen. Dus daar zijn we op tegen. Wel op daken, dat is wel een oplossing. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Ja, we hebben een grote wooncrisis. Starters op de woningmarkt en jongeren kunnen geen betaalbare huis kopen. Wat we wel zien is huizen van 600.000 euro, die worden er wel gebouwd. Maar dat is niet een antwoord op de vraag die we hier in Almelo hebben. We hebben al een Harmbach-terrein. Harmbach is al 2 keer vernietigd. Daar moeten huizen komen. En we willen ook hebben dat de gemeente zelf 400 betaalbare huizen gaat bouwen. Gasloze huizen en betaalbaar. Daar is waar Partij Vrij Almelo voor staat. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Ja, meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Daar zijn we uiteraard voor. Maar
cultuur en welzijn is zo'n groot, breed begrip dat we willen best wel geld bijdragen om dat te verbeteren. Maar het moet niet zo zijn dat het heel veel geld naar commerciële partijen gaat. En dat is wel een discussiepunt. We willen niet zomaar geld stoppen in commerciële partijen.